Welkom bij een nieuwe NEC-update voor deze week. Een voorbereiding op de wedstrijd tegen Feyenoord hier thuis in de Goffert. We hebben een break gehad, bijna 2 weken, in verband met interlandwedstrijden. Er waren ook wat spelers weg, hè, waaronder Jasper Cillessen bij het Nederlands elftal. Heeft niet gekiept. Tafsan bij Jong Oranje heeft wel trouwens gespeeld. En dan heeft de ploeg hier thuis natuurlijk getraind en een oefenwedstrijd gespeeld tegen Victoria Keulen. Dat hebben ze hier verloren met 0-1. Is dat eigenlijk lekker? Een break, of haalt dat een beetje het ritme eruit? We vroegen het aan de trainer. Aan de ene kant is het lekker dat je even een weekendje wat anders hebt. Aan de andere kant speel je ook graag wedstrijden. Dus voor mij had het niet gehoeven. Veel dingen thuis moeten doen, dus ik ben blij dat ik weer hier ben. Ook een moment dat de spelers die geblesseerd zijn nog eventjes kunnen herstellen. Hoe is het eigenlijk met Kramer en Bruin? Die zijn er nog niet bij aankomende zondag, maar ja, dat herstel vordert wel. En Joris werkt ook al buiten, Jordi nog niet, dus dat gaat gestaag vooruit. Alleen het is nog niet zover dat ze erbij zijn en dat duurt nog even. Ja, Tanane is in ieder geval wel weer bij, die speelde ook al de oefenwedstrijd mee. Wel fijn dat je die weer kan inzetten. Ja, natuurlijk. Spelen met kwaliteit, spelen met aanvallende kwaliteit die wedstrijd kan beslissen. Dus dat is altijd fijn dat hij erbij is, ja. Ja, en dan hebben we ook gesproken met Jasper Cillessen. Daar ging het veel over natuurlijk in de landelijke media, want wie moet nu de keeper worden van het Nederlands elftal? Nou, hij mocht wel mee, maar heeft niet gekiept. Wat doet dat met hem? Ja, nu was het even weer wennen om niet te spelen, maar goed, hij hoort erbij. Ja, je zegt hoort erbij, maar de discussie is natuurlijk landelijk gaande over de keeper, wie het moet zijn voor het Nederlands elftal. Wat doet dat met je dan als je niet speelt? Dan baal je in de zin van, ik wil altijd spelen. Maar goed, ik heb met de bondscoach erover gesproken, dus ik weet hoe de situatie is. Dus dat komt toch goed en dan gaan we gewoon weer lekker terug naar NEC en dan gaan we gewoon weer lekker genieten. Wat neem je mee van zoiets? Want je speelt daar toch op een ander niveau, andere spelers om je heen. Neem je iets mee richting Nijmegen? Natuurlijk, iedere keer als je speler aan je bent, dan leer je weer nieuwe dingen. Je ziet wel andere details en die neem je mee in, om onze groep als groep zijn te versterken. En, ja, alle ervaringen die ik bij Oranje opdoe, die probeer ik over te brengen op mijn teamgenoten. Nou ben jij uitblinker natuurlijk in de afgelopen wedstrijden geweest. Dan krijg je weer gelijk een zware wedstrijd met Feyenoord. Heerlijk, ja goed. Kijk, ik speel liever de hele grote wedstrijden dan de wat mindere wedstrijden. Zo simpel is het. En ik denk als je in een vol huis hier, het wordt een hele leuke zondag kan gaan worden. En dan de klas met Bijlo. Ook iemand wie je natuurlijk kans maakt op die ticket naar de WK. Ja, klopt. Maar ja, goed, volgens mij is het NEC Feyenoord en niet Cillessen Bijlo. Nee, maar daar kun je de eerste slag winnen. Nou goed, ik weet niet of de bondscoach op de tribune zit. Dus volgens mij kijkt de bondscoach wat verder dan 1 wedstrijd. Ja, en wil je kans maken hier in de Goffert tegen Feyenoord, dan moet je doelpunten maken. Iets waar NEC moeite mee heeft de afgelopen wedstrijden. Ligt het dan aan vorm? Ligt het dan aan dat de ritme er nog niet is? Ja, of extra aandacht, maar daar hebben we wel aandacht aan besteed. Ik bedoel, we zijn heel veel met de aanvallers bezig om in het laatste gedeelte van het veld loopacties te maken, tot afronden te komen. En als je afrondt ook in de goal en op de goal schiet. Ja, dus daar zijn we veel mee bezig. En uiteindelijk moet het in wedstrijden moet het gebeuren. Moet je keuzes maken, moet je het uitvoeren. Alleen, ja, natuurlijk hebben we daar aandacht voor. En hopelijk gaat dat uiteindelijk zijn vrucht afwerpen. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat wij spelers genoeg hebben die een goal kunnen maken. En dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren. Ja, is die Mata dan ook voor jou nog gewoon echt de vaste spits die je inzet? Ja. Ja, en dan Feyenoord, zondag de tegenstander hier in de Goffert voor NEC. Feyenoord doet het gewoon goed in de competitie, scoort ook veel. Hè? We hebben al 20 doelpunten gemaakt. Op papier een lastige tegenstander, maar je bent niet kansloos als NEC. Nou, we zullen denk ik heel goed moeten zijn om van Feyenoord te winnen. Hè? Feyenoord heeft 1 keer verloren, dat is van PSV. Ik denk dat over het algemeen wel bekend is hoe Feyenoord op dit moment speelt. Met veel druk, wat andere type spelers dan ze de voorgaande jaren hadden. Wat meer vaardige spelers. Maar wij zullen een heel goed plan moeten hebben. Nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. We zullen als team heel goed moeten spelen. En eigenlijk zou iedereen op de toppen van zijn kunnen moeten spelen om voor Feyenoord te winnen. Maar als je dat doet, ligt er ook ruimte om te voetballen. Krijg je ook ruimte in de rug bij Feyenoord. En ja, voordat we daar zijn, zullen we denk ik wel top moeten zijn. Ja, dat was dan weer de update voor deze week. Zondag speelt NEC in een volle Goffert dus tegen Feyenoord. De wedstrijd begint om 2:30 en is weer live op de radio te volgen bij RN7. Graag tot volgende week.